Het Weerplaza jaaroverzicht. Kijken terug op een bijzonder jaar met schaatsen op beijzelde straten, extreme hagelstenen en een hittegolf in september. Januari begon meteen spectaculair. 3 dagen op rij een weeralarm voor het noordoosten. Door hevige ijzel veranderden de straten letterlijk in schaatsbanen. Filmpjes van mensen die amper van hun auto naar de voordeur konden lopen of kinderen die schaatsend over de gladde wegen gingen, verschenen in de hele wereld in het nieuws. De winter leverde amper sneeuw op, februari was zelfs zacht en maart weer vrij koud, maar wel zonnig. Het paasweekend verregende en we hadden een heuse paasstorm aan de noordwestkust. Eind april op vakantie lijkt een prima idee, maar in 2016 kregen we een verrassing. Stond je op de camping in Oost-Nederland, dan kreeg je een laagje sneeuw te verwerken. Gelukkig knapte het weer in mei flink op met zonnig en zeer warm weer. Juni werd een van de meest bijzondere maanden van dit jaar. Het kwam 4 keer tot een code oranje, steeds voor hevige buien, met name in het noorden van Limburg. De buien veroorzaakten extreme wateroverlast en er kwamen in Brabant hagelstenen naar beneden zo groot als tennisballen. Die zijn niet alleen pijnlijk, er ontstond ook voor miljoenen euro schade die lang niet altijd vergoed werd. En toen brak de zomervakantie aan. Na de hoosbuien konden we wel wat warmte gebruiken, maar pas op 19 juli noteerden we de eerste landelijke tropische dag. De tweede helft van juli was warm en zonnig, heerlijk vakantieweer dus. Helaas begon augustus met wisselvalligheid, maar na een avond met prachtige perseïden volgde een recordwarm einde van de maand augustus. En toen moest september nog komen. Record na record, hittegolven en zeer veel zonuren. Het werd een topmaand, de op 2 na warmste in 300 jaar. September werd door Weerplaza uitgeroepen tot het nieuwe juli. In 2017 moeten we de zomervakantie dus maar een maandje opschuiven. Na de extreme warmte van september keerde in oktober de kou terug. Het was een zeer mistige oktobermaand en de eerste nachtvorst van het najaar werd genoteerd. November kwam met 12 vorstdagen en een heuse najaarsstorm. Op 20 november stond er aan zee windkracht 10 met de zwaarste windstoot van 133 km per uur. Ontwortelde bomen, pannen die van het dak waaiden en reclameborden die door de kuip vlogen. De storm ging flink tekeer. De wind deed voorzichtig zijn intrede met een koude pakjesavond en enkele waaghalzen konden ook al even schaatsen. Maar de kou was van korte duur, want richting de kerst steeg het kwik weer tot boven de 10 graden. Mede namens mijn collega's van Weerplaza wens ik iedereen een gezond en succesvol 2017 toe.